Goedemorgen allemaal. Nou, ik leg net de telefoon neer. Ik had Marie aan de bel. Het is altijd bemoedigend en opbouwend. Altijd fijn om de dag mee te beginnen. En nu zit ik lekker met Bootje. En de kachel is lekker aan. Ik heb vandaag niet zoveel op de planning. Wat ga ik doen? Misschien ga ik vanmiddag foto's maken met Deborah. Maar dat ligt een beetje aan het weer. Want we willen echt buiten foto's gaan maken. Dan kan ik mijn nieuwe camera ook op die manier uitproberen. Ik heb een prachtige camera gekregen. Waar ik heel blij mee ben. Dus die kan ik dan uittesten. En kijken wat ik allemaal ermee kan doen. Verder is het gewoon rommelen in huis. Er staat er niet echt... Nee, wat op stapel. Dus ik laat de dag komen zoals die komt. Een paar foto's gemaakt van doornetjes. Tinkerbell. Boy. Faya. Boy en Tinkerbell. Die is lief. Er zitten weer een paar leuke bij. Sja is hier gezellig en ze heeft uit de stad heerlijke cupcakes meegenomen. Dus die gaan we proeven. Zo, even de proeftest. Oh, zout zoet zeg. Wel heel lekker. Oh, en dat is met? Kokos. Kokos. En dit is die red velvet. Oh ja. Die wij getracht hebben na te maken. Ja, maar die was wel goed. Ja, maar deze is wel lekker hoor. Wel heel zoet. Ja. En wat gebruiken ze nou eigenlijk voor die crème? Een beetje kokos of zo? Ik heb echt geen idee. Nee. Maar ze staat ook op Veggie World in Utrecht. Want ze was al volop aan het maken. Oké. Dan gaan we zaterdag heen. Nou, ik dan met Sabrina, want jij gaat naar Boedapest met de moeder. Ja. Heel leuk. Maar lekker. Oké, nou, ik ga nu ook een poging doen. Zo, het is toch prachtig weer geworden, dus ik ga de foto's maken met Deborah. Voor de werk, voor de website. Dus nou, we gaan even kijken wat we ervan kunnen maken. Leuke foto's gemaakt. En nu gaan we naar de Monkey Bar. Monkey Bar. Ik kan ze wat oefeningen doen. En dan nog een paar foto's bij de brug. En dan zijn we klaar. Zo, ik ben net thuis. Ik heb water opstaan voor thee. En ik ben nu de foto's van Deborah aan het uploaden. Even kijken of er wat leuks bij zit. En dan even hier en daar wat bewerken. Dus dat ga ik nu doen. Zo, ik heb de foto's van Deborah gedaan. Ik heb ze gelijk doorgestuurd. Ik hoop dat ze er wat mee kan. Er staat er wel een hele leuke bij, moet ik zeggen. Zo, mijn eten is bijna klaar. Burgergroenten. Lekker sausje gemaakt en gebakken aardappeltjes. Nou, het is nu even wachten op Aad. Masje eet ook een hapje mee. De hondjes hebben net eten gehad. Dus... Zo, we hebben gegeten. Aad is op tijd naar de paarden. Masje is ook weer naar huis. Die gaat morgen naar Boedapest met de moeder. En ik ga het afwassen en de boel gladruimen hier. En dan ga ik lekker een filmpje kijken. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende vlog.